In dit geval hebben we te maken met haar man, die een rol heeft gespeeld bij de grootste crisis die zij heeft meegemaakt als burgemeester. Hij zat in Bangkok, terwijl kind en wapen op dat moment in het nieuws waren. Sandrina, jouw mediamoment gaat over de berichtgeving over Femke Halsema, de burgemeester van Amsterdam. Zij vertelde onlangs in een podcast van het Parool dat ze sinds een jaar gescheiden leeft van haar partner, filmmaker Robert Oei. Verschillende media namen dit nieuws vervolgens over. Je ziet het overal. Femke Halsema gescheiden. En jij vraagt je af, waarom is dit nieuws? Ja, waarom moeten wij dit weten? Dat was wel wat ik mijzelf afvroeg. Ja. Ja, heel kort. Waarom moeten wij dit weten? Ja, dat is een hele goede vraag. Renzo, waarom moeten we dit weten? Heb je een antwoord op? Nou ja, dan pak ik weer het woord. Ik vind dat we het wel moeten weten. Oké, ik denk als het geen relatie heeft. Hier, blijf even in het woord relatie. Mm-hmm. Als het geen relatie heeft met haar functioneren als burgemeester, dan denk ik dat we het niet hoeven te weten. Het is privé. En dat heeft het dus in dit geval denk ik wel. Ik heb het niet gemerkt. Ik denk dat we te maken hebben met een privé-situatie waar je als journalist in principe altijd wat verder van afblijft. Maar in dit geval hebben we te maken met haar man, die een rol heeft gespeeld bij de grootste crisis die zij heeft meegemaakt als burgemeester. Hij zat in Bangkok, terwijl kind en wapen op dat moment in het nieuws waren. Dan kan ik me wel voorstellen dat dat interessant is voor journalisten om dat te melden. Maar goed, dan leggen wij direct de relatie met zo'n incident en het feit dat deze mensen niet meer samenwonen. Dat klopt. Ja. Ik vind het ook wel heel ver gaan, hoor. En zeker ook in bredere perspectief, dat best wel moeilijk is om goede mensen naar de politiek te krijgen. Dat heeft ook te maken met dit soort dingen. Van dat je privéleven meteen als bijna alles wordt interessant gezien. Mm-hmm. Ja, dat is denk ik wel een beetje het lot wanneer je een positie bekleedt als burgemeester. Maar moet je dat dan willen als media? Dus dat je op die manier het ook nog lastiger maakt voor goede mensen om die positie op te zoeken. Dus mensen die dus niet denken, oh wat leuk al die aandacht, want ik ben narcist. Ik denk dat het echt een grijs gebied is. En op het moment dat we gaan kijken wat Halsema elke avond zit te eten, dat is niet interessant. Maar dat zelfs burgemeester scheidt van haar man. Ja, ik vind het wel niet zwaardig. Dat is wel een diep natuurlijk trieste gebeurtenis in haar leven. En dat staat dan overal in de kranten. Nou ja, kijk, weet je, ze heeft het natuurlijk nu zelf bevestigd, hè, in een soort van persoonlijk interview. We wisten het natuurlijk eigenlijk van de zomer al. En daar werd al een beetje over geschreven, misschien. Waar het nog roddels. Nu is het bevestigd. Dus privé heeft er van de zomer over bericht. Had foto's van een verhuiswagen. Dus iedereen wist al dat ze gescheiden van elkaar leefden. Ja. Ja. Maar wacht even, iedereen. De meeste mensen lezen de privé natuurlijk niet. Nee, precies. Niet, maar laat ik het zo zeggen. De mensen die er hier in geïnteresseerd zijn, die weten dit dus. Ja, ik vond het wel opmerkelijk. Ik begreep dat de hele stoopraad al een jaar lang wist. En het halve journaal in Amsterdam ook. Die hebben er waarom dus is het nu dan wel nieuws? Nou ja, en precies. Was het eerder ze bevestigt geen nieuws? Het nu. Ze bevestigt het nu. Ja. En het is goed om het op te tekenen en misschien tot ons te nemen. En dan zou ik zeggen, en weer door. Ja, maar Renzo, jou verbaast het dat dus heel veel mensen in de stoopraad al wel wisten, mm-hmm, en er niet over bericht hebben. Nou ja, nogmaals, kijk, als het SEC een privé situatie is tussen haar en haar man, wat het feitelijk is, hè, dan kun je er twijfelen of je dat doet. Maar in dit geval is er waarschijnlijk een relatie met wat daar gebeurd is met haar en tussen haar en haar man. Ja. Dan vind ik het nieuwswaarde hebben, ja. Ja. Maar dan was je denk ik alleen, want al die mensen die het wisten, die hebben het dus niet. Vast niet. Nee, maar die hebben het dus niet gebracht. Nou, ik was alleen tussen de Amsterdamse journalisten, maar daarom zit ik ook in Brabant waarschijnlijk. Ja. Mis niks van het laatste nieuws met de NPO Radio 1-app. Download hem nu. Wie luistert, weet meer.